Ilan Goldfan van Brazilië is gekozen als een nieuwe IDB-president. De functie van president van de IDB was vanaf eind september 2022 vakant. Minister Ramdin, alternative governor van Suriname bij IDB, heeft geparticipeerd in de formele presentaties van alle kandidaten aan de IDB-governors. In zijn eerste toespraak benadrukte Ilan Goldfan aandacht te zullen schenken aan de kleine landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering, als ook die aandacht vragen voor het behoud van hun bossen en andere uitdagingen. De jaarlijkse SUEED-inzamelingsactie is gisteren van start gegaan. De eerste donatie werd gedaan door districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost. Dit jaar is de stichting SUEED van plan in te zamelen ten behoeve van het Leger des Heils en de stichting Single Mothers Project. Districtscommissaris Bolla complimenteerde de initiatieven van SUEED en sprak alle steun uit vanuit het commissariaat. De burgervader heeft eerder al bij het Leger des Heils de aanzet gegeven tot de jaarlijkse kerstpottenactie van deze organisatie. Hij gaf aan dat het meer dan ooit van belang is om naar elkaar om te kijken en elkaar een helpende hand te bieden. En afgelopen zaterdag hebben de stichting Push Forward en de afdeling Justitiële Kinderbescherming van het ministerie van Justitie en Politie een workshop georganiseerd voor de jongens van het jeugdopvoedingsgesticht de Santa Boma. Het doel van de workshop was om de jeugdigen in detentie in de gelegenheid te stellen om hun zelfrespect en zelfwaarde op te bouwen door respectabele vaderfiguren op een ontspannen manier in gesprek te doen treden met de jongens.